Het is jaarmarkt vandaag, ook op stad met de kinderen. Wat vindt u ervan? Oh, ik vind het wel heel plezant hier. Ja. Is dit de eerste keer dat u naar hier komt? Nee, wij komen jaarlijks. Ja. U bezoekt de jaarmarkt met een bepaald doel? Gewoon eens komen rondkijken. Ja. Ik was normaal van Ninove, ik ben verhuisd en kom nu eens terug naar Ninove. En naar waar bent u verhuisd? Erpenmeren. Ah, oké. Ja. Maar hier is het beter? Tuurlijk, veel beter. Oké, dank u. De mensen kunnen hier een fotoshoot winnen. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja, dus een fotoshoot kan je bij ons winnen. Je moet een papiertje invullen en voilà, en dan kan je geloot worden om een fotoreportage te winnen. Is er veel volk op stap? Ja, het is begonnen. Het was eigenlijk al voor 10 uur was het volk al komende en het gaat goed. Het is geen overrompeling momenteel. Het is eigenlijk altijd een gaande man. Fantastisch, het mag zo blijven. We staan hier aan de traditiezaak van de stad, Juwelieren Nachtegaal. Hoe loopt het vandaag? Wij zijn super blij met de opkomst. Er is best wel wat volk, vind ik. En ik vind dat er ook een heel fijne vibe hangt van het jaar. Dus dat is leuk om te zien. We staan ook aan het begin van het vernieuwde Oud-Trijdersplein. Wat vindt u van de realisatie? Ik vind het heel mooi. Ik was in het begin een beetje bang wat het ging geven. Maar op vandaag kan ik wel zeggen dat wij blij zijn met het resultaat. Alleen de plantjes misschien nog een beetje. En dan zijn we helemaal blij. De parkeerplaatsen die verdwenen zijn, hebt u daar uiteindelijk last van? Goh, dat is moeilijk om dat nu al te zeggen, omdat er eigenlijk nog geen volledige circulatie is. Dat gaan we nog een beetje moeten afwachten. We staan hier bij twee ondernemers, horeca-ondernemers, Filip en Chris. Wat is het gevoel vandaag, Filip? Zeer positief natuurlijk. We zijn vanochtend langzaamaan begonnen, maar nu gaat het in stijgende lijn. Prachtige dag vandaag. Komt u jaarlijks naar de jaarmarkt? Ja, wij wonen hier, we zijn van hier. Ja. Ja. Het is lopen dat het zo blijft. Ja. Het is al slechter geweest, regen, en nu is het supergoed. Hè. Wat vindt u van de vernieuwde Oud-Strijdersplein? We hebben al een paar keer, nu gaan we nog een keer passeren. Dat komt dik in orde. Ja. Spijtig, een beetje weinig parking, maar ja, we kunnen niet alles hebben. Hè. Nee. Ik hoop dat er een beetje groen komt, een beetje groen bij komt. Ja. Dat heeft tijd nodig. Eigenlijk. Ja, maar ja. Maar voor de rest is dat goed, hè. Voor Noreca, eerste klas. En Chris, het vernieuwde Oud-Strijdersplein, wat is de indruk? Ja, zoals je zelf kunt zien, mogen we als horeca absoluut niet klagen. Ik denk ook dat iedereen de terrasjes wel kan appreciëren. En, we hebben een fantastische maand augustus gehad en we hopen september zo verder te zetten. Is er geen probleem van parkeerplaatsen hier? Ik heb toch het gevoel dat het cliënteel ons zeer gemakkelijk vindt. Uiteraard, ik hoor sommige handelaars klagen over te weinig parkeerplaatsen. Maar op de keper beschouwd, mensen die hier op het terras komen zitten, die komen ook niet te voet of met de fiets, hè. Die komen ook met de auto. Die parkeren zich eventjes wat verder en die komen dan te voet afgezakt naar het Oud-Strijdersplein. Ondertussen kijkt men toch ook eens naar de winkels als men voorbij loopt. Dus ik denk dat het voor iedereen zeer positief uitvalt, het nieuwe Oud-Strijdersplein. André de Koning, voorzitter van de landbouwcommissie hier in Ninove. U had het in uw toespraak over de moeilijkheden waar jullie mee geconfronteerd worden de laatste tijd. Beschrijf dat nog eens. Ja. Het zijn verschillende zaken, dus wij worden met kalenderlandbouw geconfronteerd. Dus als het goed weer is en de datum is er niet, mogen we niet werken. Hè? Als het regent en de datum is daar, dan mogen we wel werken. Dus voor de gronden, een landbouwer die jaren landbouwer is, weet wanneer dat zijn grond moet bewerken. Maar de mensen in Brussel die op hun bureau zitten, die weten wanneer dat wij moeten planten en zaaien. Dus dat is een probleem, de theorie en de praktijk, dat is niet altijd verenigbaar. Dat is met veezaken zo. Hè. De theorie klopt dikwijls niet met de praktijk. Hè. Is gezond boerenverstand van beide kanten dan niet beter? Eigenlijk zouden er mensen die op die bureaus zitten en die allemaal die wetgeving en regelgeving bepalen, zouden eigenlijk, zoals gezegd, een beetje meer boerenverstand moeten hebben en gezond boerenverstand. Hoe is het met de landbouwers hier in Ninove? Komen er meer bij? Haken er mensen af? Maar sowieso haken er mensen af. Eens op een bepaalde leeftijd kunnen ze het werk niet meer aan en moeten ze jammer genoeg stoppen. Als er geen opvolger is, en dat is eigenlijk wat dat er overal, niet alleen in Ninove, maar in gans Vlaanderen en België, de dag van vandaag voordoet.